Burgemeester Hilde Klaas is heel erg boos op minister Geert Bourgeois. Die heeft de aankoop door de Stad Hasselt van de Pukkelpopweide vernietigd. Niet de gemeenteraad had daarover beslist enkel het schepencollege. En dat mag niet, zegt Bourgeois. Dat is inderdaad de discussie, eigenlijk een procedurekwestie, een, een hoogdringendheid die we hadden ingeroepen. Eh, omdat de optie eh, verviel vooral de gemeenteraad samenkwam. En als wij als stad die grond niet konden verwerven, ja, dan werden de belangen toch wel sterk geschaad. Want dan gaat hier binnen de twee jaar een hoogbouw opgetrokken worden. En gaan die eh, festivals hier niet meer kunnen doorgaan. Maar hoogdringendheid kan alleen in heel specifieke gevallen, meent de minister. er ontstaat een heel groot gat in de wegen die je niet zelf kunt uh, gaan. Gaan aanpakken. Uh, er is een overstroming. Voor dat soort zaken kun je hoogdringendheid inroepen, maar niet voor de aankoop van een onroerend goed. De toekomst van zowel Pukkelpop als de Rimpel er ook in Hasselt komt door deze beslissing in gevaar, zegt de burgemeester. Zij willen er alles aan doen om de aankoop van de weide toch nog door te voeren. Mocht dat niet lukken, dan denk ik dat uh, alle Hasselaren duidelijk mogen zeggen dat het. Uh, door de N-VA is dat we die festivals niet in Hasselt gaan kunnen houden. Het is geen N-VA dossier. Ik heb hier gehandeld volledig in lijn met het advies van de administratie. En het is mijn aanvoel dat de burgemeester dit nu zegt om de aandacht af te leiden van het dossier. Want ik ben uiteraard niet tegen pukkelpop. Ik ben niet tegen rimpelrok. Het dossier staat volgende maand opnieuw op de agenda van de gemeenteraad.